You thought I'd forgotten you? Did you think I'd forgotten you? Perhaps you hoped I did. Perhaps you hoped I had. Welkom terug bij weer een nieuwe video. En vandaag behandelen we de top 10 beste bioscoopfilms van 2023. En laten we daar snel mee beginnen. Afgelopen vrijdag was ik naar de film voor de film The Fall Guy. En dat was alweer de 10e film die ik zag in de bioscoop in 2024. Dus ik dacht, dit is een mooi moment om terug te blikken naar de beste films van 2023. En laten we snel kijken naar de top 10. Op 10 staat een vrij onverwachte Godzilla Minus One. Ik was naar de bioscoop voor Godzilla Minus One. En ik had er eigenlijk niet heel veel verwachtingen van. Ik wist dat het echt een Japanse film was. En meestal kijk ik dingen die gemaakt zijn in Amerika. Maar ik vond het echt super goed en hij verraste me echt heel positief. Op 9 staat The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. Een film over een man die de hele lengte van Engeland afloopt om een vrouw te redden die ernstig ziek is. Echt een hele emotionerende film. Ik moest zelfs huilen bij die film. En ik heb dat niet super snel. Dus dat was wel een soort van de X-factor voor mij. En ook zeker een aanrader voor jullie. Who do we know in Berwick-upon-Tweed? We don't. Op 8 staat de Marvel film The Marvels. En dat was een soort film waarin 5 verhaallijnen tegelijkertijd bij elkaar kwamen. En dat vond ik echt super tof om te zien. Ik heb gelachen om de film. Hij zat vol met avontuur. Echt een soort space opera. Maar dan van Marvel. Dus ook echt leuk om te zien. Je took everything from me. And now I'm returning the favor. Op 7 staat Oppenheimer met Robert Downey Jr. en Cillian Murphy. Echt een super goede film over de maker, de uitvinder van de atoombom. Iedereen was natuurlijk vrij hyped over die film. En ik ook. Ik heb hem volgens mij wel 3 keer in de bioscoop gezien. En dat is gewoon super gaaf. Dus mocht je die nog niet hebben gezien en echt onder een steen geleefd hebben, dan is die misschien ook leuk voor jou. We have a 12-month head start. 18. How could you possibly know that? Op 6 staat The Creator met John David Washington. The Creator gaat over een strijd van de mensheid tegen AI. En de AI heeft dan in die film Los Angeles gebombardeerd met een atoombom. En daar begint de film pas. Het was echt een hele indrukwekkende film. En ook een film waarvan ik dacht van wow, what's happening to me? En ik vond hem echt gewoon heel erg gaaf. Dus echt tof om te zien. Sergeant Taylor, we are this close to winning the war. The AI are developing a super weapon. Op 5 staat Barbie. Barbie heeft niet echt een genre, maar ik zou het zeggen op comedy, denk ik. En hij deed het wel heel goed in dat genre. Ik heb echt zitten lachen. Ik heb hem ook 3 keer in de bioscoop gezien. Ik dacht echt van tevoren van waar ga ik heen? En ik dacht ik ga eigenlijk alleen maar een beetje voor de meme, zeg maar. Maar ze hebben een extreem goede cast met een Margot Robbie en een Ryan Gosling. En het zag er gewoon goed uit en het was leuk om te zien. Een goed verhaal. En daar heb ik erg van genoten. You guys ever think about dying? Op 4 staat To Catch a Killer met Shailene Woodley en Ben Mendelsohn. Allebei echt goede acteurs en gewoon super tof ook om die samen te zien in een film. Dus ik heb daar wel echt heel erg van genoten. Het is een ontzettend spannende thriller. En ook echt heel gaaf om te zien. Heel veel mensen hebben hem niet gezien. Dus het is echt een aanrader voor wie hem nog niet heeft gezien. Aggressive, addictive, antisocial. This is the profile of people we arrest, not hire. En op 3 staat Spider-Man Across the Spider-Verse. Ik ben normaal helemaal niet van animatiefilms, maar ik vond deze wel heel goed. Heel goed stemwerk ook van mensen zoals Hailee Steinfeld en Oscar Isaac. Dat vond ik wel echt super leuk om te zien. En de film is echt zo'n multiverse drama, zeg maar. En daar kan ik ook altijd heel erg van genieten. I'm gonna do my own thing. All stations, stop Spider-Man. Op 2 staat Ant-Man and the Wasp Quantumania, de allereerste film die ik zag in 2023. Ik heb heel erg genoten van die film. Ik ben gewoon heel erg fan van Ant-Man. Dus dat is echt gewoon heel tof om te zien. Zijn derde verhaal was het grootste ooit met zijn strijd tegen Kang the Conqueror. En daar heb ik ook gewoon heel erg van genoten. So, what's it gonna be? Ant-Man. En op 1 staat de film The Flash. Ik heb die 3 keer in de bioscoop gezien en daarna nog 2 keer buiten de bioscoop. Zelfs afgelopen week nog een keer. Ik vind dat zo'n heerlijke film. Ook een multiverse story, een superhelden verhaal waar ik sowieso al heel erg van houd. En zo ontzettend veel verschillende soorten acteurs van Batman. Echt 3 verschillende acteurs.
En iedereen uit het DC-universum zit in die film met Aquaman, met Wonder Woman. En dat vond ik gewoon ontzettend tof om te zien. Are you ready? Ready. Let's go. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week weer bij een gloednieuwe video. Tot ziens, tot later.